Misschien hoor je het ook aan mijn stem. Ik ben verkouden en ik voel me niet lekker. Wat een stof zit hierop. Dat is niet normaal. Nou, ik zou zeggen, schat, maak er een mooie schilderij van. Wow. Nou, zet maar aan. Nee, die deksel. Zo, joh! Oh, joh, er kwam allemaal rook. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb op zich wel heerlijk geslapen. Ik heb gisteren ook voor het eerst weer echt keihard gesport bij Pim. En ik voelde me gisteren topfit, helemaal niks aan de hand. En in één keer, ik werd wakker, ik ging douchen. En daarna zakte ik helemaal in zo van... Damn, hoezo? Ik heb zoveel hoofdpijn, ik heb last van mijn keel. Misschien hoor je het ook aan mijn stem, ik ben verkouden en ik voel me niet lekker. Ik voel me echt shit. Ik heb 2 paracetamolletjes gehad en zelfs met die paracetamolletjes voel ik me nog steeds shit. Dus dat geeft mij genoeg reden om af te melden vandaag wat ik van plan was. En daarvoor moet ik even mijn oma bellen. Heel erg jammer. Wat ik vandaag zou doen zou wel echt heel erg vet zijn geweest. Maar dat gaan we sowieso verplaatsen naar een andere keer. Ik zou namelijk naar het prachtige noorden gaan en dan zou ik samen met mijn oma naar de tandarts gaan. En dan zou we een plan gaan maken samen met de tandarts van hoe kunnen we mijn oma haar gebit het beste upgraden naar iets moois. Aangezien ze niet tevreden is en heel erg onzeker is over haar gebit. Dus dat was wel echt iets wat ik heel graag had willen bijwonen. Maar helaas, ik voel me gewoon echt niet fit genoeg. Dus we gaan niet meer naar het noorden, we gaan niet naar Assen. We zouden ook, en jullie kennen dat sowieso, dat is een windmolen. Zo'n witte met 3 van die propellers, zeg maar. Om even zo te zeggen. En wij zouden serieus helemaal naar boven gaan in zo'n windmolen. Windturbine, ik weet niet precies hoe het heet. Maar dat wilde ik dus allemaal ook vragen. En dan zouden we daar vanaf boven echt een episch uitzicht hebben. Zouden we even vliegen met de drone, vette shots maken. Ook dat gaat niet door. We hebben dat al net afgezegd. Want ik voel me gewoon echt niet lekker. Wel is het nu 1 uur in de middag. En ik heb geen idee waarom deze guy hier nog ligt. Maar goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid. We hebben dus een logeerkamer hier. Alleen toch slapen Noah en Bas allebei op de bank hier. Ook al hebben we een logeerkamer, gewoon allebei slapen ze hier op de bank. Ja, blijkbaar is het gewoon een hele lekkere bank. Maar goed, het is bijna, over 9 minuutjes is het 1 uur in de middag. En aangezien ik intermittent fasting doe, betekent dat dat ik na 9 uur 's avonds niet meer mag eten. En voor 1 uur 's middags ook niet mag eten. Daar heb ik me, ondanks dat ik me niet lekker voel, gewoon aan gehouden. Hé hey Bas, kom naar buiten. Het is lekker weer. Het is lekker weer, maatje. Kom eens uit bed, jongen, om 1 uur. In ieder geval, wat heb jij gemaakt, bro? Vruchtenhagel. Huh? Waarom zit er een gat in? Oh, wat je... Waarom zit hier een gat in? Kijk, hij heeft een hap genomen. Ja, ik wist dat echt niet. Kijk, smeerkaas. Oh, lekker smeerkaas. Heb ik al lang niet gehad. Nee, ik neem straks mijn eigen broodje. Maar het is wel lief van je. Ja, misschien ook niet handig als ik ziek ben dat ik van jouw broodje ga eten, snap je? Beetje gewoon uit bescherming voor jezelf. Anyways, jullie merken het sowieso aan mijn stem. Kan niet anders. Dus ik moet even kijken hoe het vandaag gaat. Kijken wat we gaan doen. Maar naar het prachtige mooie noorden gaan we helaas niet. Oké, het is tijd, dames en heren, dat ik mag eten. Het is namelijk 1 over 1. En ik ga oma bellen. Dus laten we kijken of ze opneemt op haar nieuwe telefoon. Ik ben heel erg benieuwd. Mijn oma heeft namelijk nooit een telefoon bij de hand. Die ligt altijd door het hele huis heen. Dus ik ben benieuwd. Nou, anders moet ik opa bellen, die neemt wel altijd op. Het spijt me, maar de persoon die u belt... Was ik al bang voor. Oké, ik bel opa wel. En anders dan kan ik altijd op... Goed. Ik ben nog wel aan het bellen. Bijna, telefoon in het broodje. Maar anders kan ik altijd nog op de huistelefoon bellen. Ja, die hebben zij nog, hè? Ja, en die de huistelefoon van mijn opa en oma. Ja, hallo. Hé, hey, hallo, opa. Ja, sowieso. Hallo, hoe merkt u het? Oké. Okay. En hoe gaat het met jou? Ietsjes minder. Ik voel me namelijk niet lekker. Dus ik ben een beetje ziekjes. Oh. Ja, dus ik heb oma ook gebeld, maar ze nam niet op. En ik wilde eigenlijk zeggen dat ik niet fit genoeg ben om naar Assen te gaan. Dat lijkt me niet zo handig als ik ziek ben. Nee. Dus wilde ik eigenlijk vragen of jij opa met oma mee wilde gaan. Oh my god. Ja. Wow. Dat doe ik altijd als hij zo'n flesje openmaakt. Wat doe je? Ik stoot in de mond. Even een lukje aan. Hij stoot zijn flesje water om. Oh, wat een gast. Shit. Oh mijn god. Wacht even hoor, opa. Oh nee. Op de USB, oplader, station, alles. Wil je? Ja, Bas die haalt het doekje. Ik ben gewoon aan het filmen.
Oké, nou, kom vast goed. Oké, in ieder geval, ik voel me echt niet fit genoeg. En misschien hoor je het een beetje aan mijn stem, maar ik ben niet helemaal lekker. Dus het lijkt me handig om dan niet echt bij jullie in de buurt te komen. En om dan eventjes ervoor te zorgen dat, dat jij meegaat met oma, als je dat wil, opa. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Dat ga ik doen. Dat is vanzelfsprekend. Oké, nou, super fijn. Maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte. Dan weet je dat ik niet over anderhalf uur bij jullie voor de deur sta. Ja, oké. Yes. Oké, oma, heel veel succes. Niet zenuwachtig zijn. Gewoon even het plan bespreken. En dan bellen we later nog wel even wat de tandarts zei. En dan kunnen we kijken hoe we dat gaan regelen. Ja, oké, is goed. Oké, kusjes. Doei. Oké, nou, dan is dat in ieder geval geregeld, dames en heren. Dus dan bel ik later even mijn oma terug en dan gaan we kijken. Gaan we kijken wat er gebeurt. Ja, nog maar net wakker, jongen. Dan maak je dat soort foutjes. Ja, maar ik denk dat er meer mensen last van hebben. Want als je zo zit en je doet zo, je maakt een beweging met je hand omdat je naar een andere toets gaat. Ja, klopt. En je drinken staat hiernaast. Altijd vroeger ook al had ik altijd mijn drinkje op het hoekje gelegd, weet je wel, naast mijn elleboog. En dan haalde mijn vader het voor me weg. Maar ja, die is hier niet. Oh, dus eigenlijk moet ik het nu voor jou weghalen. Ja. Jij bent ook een mooie. Nee, maar ik herken het wel. Want soms heb je het drinken rechts van je staan, soms links, soms in het midden. En als je dan gaat bewegen, dan ja, dan gebeurt dat. Ik ben blij dat het water is en geen Fanta. Ja, dat is wel chill dat het gewoon water is. Yo, in één keer iedereen drinkt superveel water hier. Anyways, ik ga even lekker mijn broodje eten. Ik heb twee verschillende broodjes. En eentje daarvan is al vanaf jongs af aan, vanaf dat ik klein kind ben, is dat echt mijn favoriet. Maar daarom eet ik het ook nog, want ik ben nog steeds wel een beetje een klein kind. Kijk, broodje chocopasta. Oh, zo lekker. En ik heb hier lekker broodje ham en kaas. En Marion heeft heel veel ham erop gedaan, zo te zien, maar... helemaal lekker. Waar we zijn achtergekomen is dat we deze platen los kunnen halen. Holy shit. Wat een stof zit hierop. Dat is niet normaal. Holy shit. Ja, deze moeten we echt wel even stofzuigen, hoor. Ja, wow. Elke is anders ook gewoon. Ja. Sommige zijn nog best wel schoon. Deze is echt heel stoffig. We kunnen deze helemaal eraf halen. Holy shit. Ja, deze moeten we even helemaal schoonmaken. Wat we hebben gedaan is al het partypop wat je op de grond ziet liggen, ligt boven die platen. Ja. Wat we nu even gaan doen is ook even afstoffen. Dus al het stof eraf. Kijk dan. Dit is nooit schoongemaakt. Hierboven, boven die platen. Ik pak even zo'n opzetstukje voor de stofzuiger. Dan kunnen we dat schoonmaken. Oh my god, niet normaal. Ja, het is wel goed. Want elke keer als we het raam open hebben, dan waaien er weer partypoppers van die dingen af. Ja, klopt. Maar ja. Hoe lang gaat het duren voordat er hier weer een partypop over is? Nou, dit is wel van een paar jaar tijd. Dus... ja, dat is waar, ja. Ja, die partypops zijn verkleurd gewoon. Dit is een verzameling van. Deze zijn van jou en deze zijn van anderen, want die zijn veel dunner. Verschillende diktes. Ja. Nou goed, dan gaan we dit even weer schoonmaken. Zo satisfying. Wow, dit is echt satisfying. Oh, wow. Lekker hoor. Oh, wat lekker. Heel nice. Kijk, we zien gewoon weer een beetje wit. Nou, ik zou zeggen, schat, maak er een mooie schilderij van. Wow. Holy shit, zo goed gelukt. En weet je wat echt raar was? Wil je die eens laten zien? Er viel gewoon een tang. Kijk dan, er viel gewoon een tang van deze plaat. Dat lag er bovenop. Ja, dat hebben ze dan een paar jaar geleden vergeten mee te nemen. Toen ze dit gingen monteren. Heel bijzonder. Ja, gewoon een tang. Oh, dit is fijn weer, hè. Dit is weer fijn. Wow. En nu deze kant hier. Oh, zo nice. Hoppakee. Alles wat je hier ziet, het komt dus gewoon van die platen daarboven. Wauw. Ja, dat is echt heel veel. Van 6 platen hier in totaal. Damn. Ja, en dit kan je niet echt stofzuigen, want dan gaat de stofzuiger vastzitten. Dus we moeten het even vegen en dan doen we het in de prullenbak. Oké, dames en heren. Zoals jullie zien, we zitten achter de computer en de studio is opgeruimd. Waarvoor bedankt Maiwen ook. En? Bedankt Bas. Bedankt Bas. Ik geef hem een high five buiten beeld. Nou, wat we nu gaan doen is... wat voor taart moet ik maken? Het is sowieso wel grappig. Wat? Wat voor vulling in taart heb je nu? Oh, dat is niet de bedoeling. Het is sowieso wel grappig als je gaat invullen op bijvoorbeeld Google... wat voor? Wat voor taart ben ik? Oh, dat is leuk. Oh, dat is een quiz. Welke taart past het best bij jou? Vraag 1. Je huisdier is jarig. Wat doe je? Oeps, je bent het vergeten. Niks dus. Je geeft je huisdier een extraatje zoals een snoep. Je houdt een fotoshoot en post op Insta dat je huisdier jarig is.
Goed, de laatste. Jij wel, ja. Met wel. De laatste. Vraag nummer 2. Je bestie geeft een feestje voor haar birthday. Wat is jouw outfit? Je houdt van over de top en kiest daarom voor een mooi glitter item. Oké. Bling, bling. Dit is ook gewoon vermijden, deze. Helemaal niet. Dit tijdschrift heet Girls. Nou en, mensen. Kom op. Een casual jurkje vind jij het leukst, gecombineerd met mooie sieraden? Een simpele jeans en een leuk blouseje of t-shirt. Ja, dat is hem wel. Ja, voor jou. Dat is hem. De laatste. Vraag nummer 3. Je hebt feestversiering nodig voor jouw feestje. Wat koop je? Je koopt basic ballonnen in een paar kleurtjes. Je kunt beter vragen wat je niet koopt. Je koopt een aantal slingers en ballonnen met confetti. Dat doe ik. Slingers met confetti. Ja? Ja. Okay. Vraag nummer 4. Je bent op een feestje en je ziet een leuke jongen. Wat doe je? Wat doe je dan? Ja, niks. Je durft echt niet op hem af te stappen. Je stuurt je vriendin op hem af en vraagt aan haar of zij het voor je regelt. Je stapt gewoon op hem af en maakt een praatje. Nou, als je ervan uitgaat dat het een... Ja, precies. Maak gewoon een praatje, geen probleem joh. Vraag 5. Je bent jarig en bak je eigen verjaardagstaart. Wat voor taart maak je? Je houdt wel van de uitdaging, kies een taart uit een ingewikkeld kookboek. Een simpele appeltaart is niet zo moeilijk. Dat vind ik al best lastig. Hoe groter, hoe beter. Je kiest voor 6 lagen tellen rainbow cake. Wow. Niet dus. Nee, een simpele appeltaart. Nou, bekijk het resultaat. Wat voor taart ben jij? Een red velvet. Een red velvet. Yummy. Die heerlijke roomkaasvulling is jouw favoriet. Zo'n lekkere red velvet taart is jouw favoriet. Probeer hem eens zelf te maken. Yum. Nou, wat gaan we doen? Wil je een red velvet taart maken? Is dat lekker, ja? Ik vind dat wel lekker. Ik heb het ook wel eens gehad. Het is wel makkelijk te maken dan. Ja. Anders komt dat niet uit de quiz, toch? Maar wil je heel makkelijk? Ja, tuurlijk. Niet zoveel moeite. Google is dan red velvet taart maken. Nou, gaan we op de advertenties af of gaan we gewoon hier... Nee, gewoon bij recept daar zo. 20 minuten bevalt me wel. Deze duurt 1:30. Hier deed 1:40, 1:20. Ja, maar die van 20 minuten is sowieso zo'n standaard pakje. Oh, die koop je, mix je klaar. Water erdoor. Ja, oké. Dat is wel een beetje saai. Die is wel minder lekker. Dit is wel vet, want het is ook knolpower. Hè? Knolpower ook. Dus laten we hier wel eigenlijk vanuit gaan dat dit hem wordt. Nou, die eerste heeft gewoon 4 sterren. Dus ik denk dat dat... En Rutger bakt, weet je. Rutger is mijn maatje. Dus laten we gewoon dit doen. Oh ja, hij moet natuurlijk ook in de oven. Tuurlijk. 30 minuten. Dus dat scheelt alweer 30 minuten. Kijk, dat bedoel ik. Dus opgeteld. Ben je gemiddeld een uurtje mee bezig. Gemiddeld, hè, zeg ik. Nee, het is niet een makkelijke taart. Het is een gemiddelde taart. Nou, zullen we dit doen? Dit even voor de cake halen. Karnemelk, zie je dat wel. Karnemelk. Is geen probleem als dat gemixt wordt. Alleen karnemelk drinken, niet zo nice. Maar gewoon gemixt, prima. Roomkaascreme en verder nodig boter om in te vetten. En de mist, goed humeur. Dat mist. Precies. Maar hey, daar hebben wij wel hoor, mensen. Ondanks dat ik me een beetje shitty voel, zit goede humeur er wel in. Goed zo. Maar dit is wel nice. Deze kunnen we wel even bewaren. Maar wat ik eigenlijk bedoelde dus, wat je op Google ziet. Ik vind het altijd leuk hoe ze dat doen bij Google. Dat ze altijd van die verschillende dingetjes doen. Maar wat ik wel eens leuk vind om te doen, is dat je van... Ik ben een eiland. Ik ben een eiland. Dat is gewoon een boek. Ik ben een eiland. Oké. Okay. Ik hoor. Hoe doe je... Kijk, en er staat hoe doe je de was. Of hoe doe je een euroteken. Hoe doe je een zelftest. Hoe doe je een dakje op de E. Hoe doe je lenzen in. Hoe doe je een stropdas om. Dat is ook wel moeilijk. Ja. Of hoe doe je een zwangerschapstest. Maar dat op deze manier, als je gewoon de eerste paar woorden gaat googlen. Wat voor een kleur heeft Nederland? Nou, dat is oranje lijkt me toch? Ja. Wat voor een kleur heeft Nederland? Oh, dat is op coronagebied. Oh, dat is. Oh, ik dacht weer feestelijk. Ja. Nou, het is niet zo'n feestelijke kleur dit. Wat voor een geluid maakt een giraf? Weet ik eigenlijk ook niet. Hoi Anna. Hoi Robert. Hey. Hoi Floor. Een jongen die Floor heet? Ja, kan. Ja, blijkbaar. Oh, hier is ze gaan. Wat doet ze? Ze zit in een auto, zit ze met een microfoon, zit ze te richten op die giraffen. Tenminste, daar lijkt het op, toch? Oh ja. Kijk, ze zit met een microfoon. Ze is een beetje stil. Nou, zoals je zag, ik heb niet heel erg veel geluk gehad met het opnemen van wat giraffen geluid. Ja, jeetje, we komen helemaal nergens een uit. Een rotvideo's. Nou, in ieder geval, wat zou ik nog stiepen? Waarom is een kettingzaag uitgevonden? Dat heb ik een keertje al eerder bekeken. Dat was wel heel interessant hoor. De kettingzaag is in de 18e eeuw uitgevonden om vrouwen te helpen bevallen. Hoe heftig is dat? Ja, dat heb ik een keer eerder gelezen. Niet. Ja, dat is zo, schat. We gaan daar niet verder op zoeken, want dat is echt ziek. Maar hier zie je wel 8 feiten die te idioot zijn om waar te zijn. En toch zijn ze het. Nummer 1. Op de hele wereld word je geboren op 0-jarige leeftijd. Maar in Korea tellen ze de tijd dat een baby in de baarmoeder aan het groeien is gewoon mee. Ook al klopt het qua tijd niet helemaal, een baby is in Korea 1 jaar oud op het moment van geboorte. Wat? Wat? Wow. Nee joh. Zij spelen vals. Ze zijn gewoon altijd 9 maanden ouder, terwijl dat helemaal niet zo is. Dat is gewoon niet chill. Wat? Maar je weet toch niet precies op welke dag je
zwanger bent geworden. Jij kan je inmiddels volgens mij wel precies terugrekenen. Weten, maar, ja, maar 9 maanden. Maar welke dag dan? Welke dag? Ja, dat maakt niet uit dan toch? Gokkeer gewoon zo. Gewoon, nee, maar dat is best wel chill. Als je dan gewoon in een maand jarig bent. En dat je dan zelf mag bepalen wanneer welke je het dag viert. Dus dan ben je, ja, van wanneer ben je? Ja, gewoon juni. Juni 1993. Welke dag? Juni. Boeit. Boeien. En dan wanneer vier je verjaardag dan? Ja, ergens in juni. Ja, als het weekend is. Ja, dat is toch chill? Dat is best wel relaxed. Ja, dat is wel zo. Nou goed, gek feitje, maar schijnt waar te zijn. Wanneer men een pen in de hand neemt om uit te proberen, schrijft maar liefst 97% zijn eigen naam op. Blijkbaar zijn we zo druk bezig met het analyseren van de pen dat we niet meer normaal kunnen functioneren. Ik schrijf altijd hoi op, terwijl ik het niet in mijn hoofd haal dat daadwerkelijk op papier te pennen. Wauw, wat schrijf jij op? Ik weet het niet. Ja, kijk, nu denken we er te veel over na. Ja, nu ga je nadenken over wat ga ik schrijven. Maar als je gewoon de pen wilt testen, ik denk dat ik gewoon zoek. Volgens mij doe ik ook hoi. Of ja? Hallo. Ja, gewoon iets makkelijks. Mensen die naar muziek luisteren voor het slapen gaan, vallen sneller in slaap. En worden minder vaak wakker in de nacht en hebben over het algemeen een betere nachtrust. De wetenschap heeft geen idee waarom. We weten wel hoe warm het is op Alpha Centauri, een ster die 4 lichtjaar bij ons vandaan staat. We hebben geen flauw idee hoe ons eigen hoofd werkt. Ja, maar dat is een beetje sowieso in de wereld. We hebben heel veel verstand van verschillende dingen waarvan je denkt, waarom weten we dat? Of waarom heeft iemand daar onderzoek naar gedaan? Maar dat is maar net waar je interesse ligt. Er zijn mensen en die kunnen hun hele leven gewoon gaan graven. Ja. Weet je? Digging for the world. Ja, nee, maar even, en dan heb ik het over fossielen. Ik heb het over fossielen. Die gaan dan gewoon een hele leven wijden aan sporen zoeken van vroeger. Van bijvoorbeeld dinosauriërs. Ja, ja, dat lijkt mij heel saai. Want het als kan je dan zijn, iets vindt, is het wel heel vet. Ja, dan is het vet, maar dan kom ik wel even kijken. Ja. Maar kijk, het kan zijn dat je gewoon jarenlang bezig bent en gewoon niks vindt. Ja, dat klopt. En jarenlang onderzoek doet. Dat klopt. Maar dat is maar net waar je interesse ligt. Ja, als je dat leuk vindt. Dit is ook echt moeilijk gegeven, want ieder hoofd werkt anders. En zo'n die temperatuur, ja, dat is gewoon een gegeven. Maar ja, jouw hoofd werkt anders dan die van mij. Dus daarom kunnen ze er niet achter komen, denk ik. Nee, ja, dat zou kunnen. En ik denk dat het niet voor iedereen geldt. Net als slaapwandelen. Hoe raar is dat eigenlijk? Ja, dat is wel gek. Dat is echt bizar. Om eigenlijk nog een keer gewoon een GoPro neerzetten, toch? Ja, dat wil Myron dus serieus heel graag. En ik weet niet of we dat dan in de vlog kunnen laten zien of niet. Maar Myron die wil heel graag een camera op de slaapkamer neerzetten, die dan 1 hele nacht aanstaat. Om te kijken of we geluid maken in onze slaap, of we veel bewegen. Maar ik ging een keer zo helemaal het bed schoonmaken in mijn slaap. Ja, was super raar. Ik werd in 1 keer wakker en ik keek zo naast mij, was Myron het hele bed aan het schoonvegen. Zo over het matras. Zo. Ik zeg, wat doe je? En ja, jij brabbelde wat tegen mij. Het was zo vreemd. Het was gewoon zo alles aan het vegen zo. Nou, ik vond het echt eng. Ik denk, wat gebeurt hier? Stel je voor, je hebt dat op beeld. Dat is toch geniaal? Of dat er gewoon in 1 keer iemand zo recht op in bed gaat zitten. Gewoon even zo gaat kijken. Nou, dat lijkt me echt heel eng. Ik weet niet of ik dat wel wil. Nou, goed. Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog en laat weten of als we een camera in de nacht een keertje moeten ophangen. Lijkt mij wel een beetje eng. Nummer 5. Oh, dat is geniaal. Oh, jij bent zo iemand die het dan alweer leest, hè? Ik ben nog bezig. Het standbeeld van Winston Churchill bij het Parliament Square in Londen moet je niet aanraken. Het staat namelijk onder stroom. Dat is niet om nieuwsgierige toeristen weg te jagen, maar om te voorkomen dat de miljoenen stadsduiven niet op zijn kale kop poepen. Maar wat is het standbeeld van Winston Churchill? Dit standbeeld staat onder stroom. Blijkbaar. Oh, hij is hier ooit ingepakt. Mystery box. Oh, uit angst voor vernielingen. Het standbeeld van Winston Churchill op Parliament Square Londen is een bronzen sculptuur van de voormalige Britse premier. Gemaakt door Ivor Robin Jones. Het bevindt zich op een plek die in de jaren 50 door Churchill werd aangeduid als waar mijn standbeeld naartoe zal gaan. Oké, okay, dat is dus gewoon een premier. De Britse premier. De Britse premier van vroeger. Nummer 6. Lekker, zo'n kopje thee. Hebben wij allebei vanochtend nog gehad. Ja, dat klopt. Allebei. Sommigen doen er een schepje suiker to help the medicine go down in China. Wat? Snap jij dat? Nee, to help the medicine go down. In China doen ze het met zout. Ah. Want heel veel mensen lussen geen thee zonder suiker, snap je? En een thee zou in sommige gevallen medicijn zijn. En als je suiker doet, dan gaat het makkelijker naar binnen. Okay. Dat bedoelen ze. In China doen ze dat met zout. Ja, echt. We wisten van het snufje zout in de chocolademelk om de smaak te activeren, maar de thee laten we ongeroerd. Holy moly. In China doen ze zout in hun thee? Nasty.
Dat is, lijkt me niet fijn. Lijkt me niet prettig. Ook al kan ik nu wel flink even een zoutreiniging gebruiken in mijn neus. Want ik ben echt stront verkouden. Niet normaal. Nummer 7. In de jaren 70 wilden Belgische ouders hun kinderen nog wel eens een biertje geven voor de gezondheid. Er werd destijds zoveel frisdrank gedronken dat bier, wat gemaakt wordt van enkel natuurlijke producten, aanbevolen werd door dokters. Kinderen zouden er sneller van groeien. Daar zijn we wel even op teruggekomen tegenwoordig. Ja, door de alcohol natuurlijk. Ja, door de alcohol. Lijkt me niet handig als je als 7-jarige een biertje gaat atten. Nee, inderdaad. En dan zo proost op mijn gezondheid en dat ik maar lekker mag groeien. Is goed voor me. Is goed voor me. Nee, dat is een beetje gek. Nummer 8, en dat is tevens ook de laatste. Daarna gaan we naar de Red Velvet Cake. Nummer 8, ben je boven de 30? Dan zou ik maar even kijken of de lengte op je rijbewijs nog wel klopt. Want dan begin je al te krimpen. Vanaf je 30ste levensjaar krimp je een centimeter per decennium. Per decennium. Vanaf je 30ste levensjaar krimp je een centimeter per decennium. Dan wil ik het dan goed zeggen ook, weet je wel. Dat is even de zin opnieuw. Decennium. Maar het gaat sneller naarmate je richting 60 komt. Het gaat niet snel, maar het gaat. Een decennium is toch 10 jaar? Een decennium is 10 jaar. Hoe lang is een decennium? Een decennium is een periode van 10 jaar. Dus... Het woord is afkomstig van het Latijnse decem, dat 10 betekent, in combinatie met anus voorjaar. Met anus voorjaar. Met anus voorjaar. Okay. Anus. Met anus voorjaar. Oké, goed. Red Velvet. Gas, wat doe jij? De anus is een krachtige kringspier die de endeldarm afsluit. Als we op de wc zitten, ontspant de anus zich en kan ontlasting uit de endeldarm het lichaam verlaten. De endeldarm is in feite het laatste, 12 centimeter lange, stukje van de dikke darm. Zo hé. Fijn om te weten, mensen. Ja, toch? Ja, super. Gemiddeld poepen we zo'n 128 gram per dag. Met een gemiddelde levensverwachting van 81 jaar pers je dus gedurende je leven 3787 kilo stront naar buiten. Dit is meer dan het gewicht van de gemiddelde Aziatische olifant. Die weegt namelijk 3350 kilo. Wow. Hey, maar eerst op het begin lach je en dan denk je, waarom googelt hij dat? Maar je vindt het wel interessant en je moest lachen en je vond het leuk. Ja, ik denk... Hè, schatje? Ik denk dat mannen wel meer poepen dan vrouwen. Nou, mooie meisjes poepen niet, maar die poepen zeker, ja, hoor. Ja, maar jullie eten ook meer mannen, dus dan moeten jullie ook meer poepen, toch? Vraag aan Google. Poepen mannen meer dan vrouwen? Mannen trekken zich veel vaker terug voor een grote boodschap dan vrouwen. Bijna 100% van de mannen duikt dagelijks het kleinste kamertje in. 1 op de 10 zelfs meer dan 2 keer per dag. Bij vrouwen is het slechts bij 8 op de 10 dagelijkse routine. Dus soms poepen vrouwen niet elke dag. Wow. Terwijl mannen soms 2 keer per dag poepen. Ja, jij ook. Goed, we gaan naar de Red Velvet Cake, dames en heren. Ja, soms trek ik mij 2 keer terug, maar dat maakt niet uit. En soms zelfs 3 keer. Schatje, hou op nou. We gaan Red Velvet Cake maken. Vandaag gaan we bakken. Dat is meer dan 100 gram. Dat is meer dan 180 gram, ja. We gaan, deze Red Velvet is ook meer dan 180 gram. Het is namelijk 300 gram bloem. Veel suiker gaat erin, hé. Ja, dat is wel zo. Red Velvet Cake is niet echt bepaald gezond. We kunnen ook een carrot cake doen, die is wel gezond. Een carrot cake is gezond. Die vind ik eigenlijk ook wel lekker, carrot cake. Doe eens, wat is de gezondste taart? Wat is een gezonde taart? Gezonde taart met rood fruit. Ja, want dan zitten we toch nog in het rode. Zoals jullie weer weten, staat inmiddels bekend om haar gezonde taart. Om maar gelijk met de deur naar huis te vallen, we hebben weer een nieuw exemplaar om toe te voegen aan de lijst met gezonde taarten. Deze heerlijke gezonde taart met rood fruit. Hartstikke lekker en natuurlijk weer heel makkelijk te maken. Daar houden we tenslotte van. Dat vind ik ook. Benieuwd hoe jij binnen no time deze heerlijke taart op tafel kan toveren? Kijk dan verder. Blender hebben wij, hè? Kijk, dat had ik al verwacht. Die bodem is van dadels. Lust je dadels? Dadels. Heel vies. Oeh. Er moeten 100 gram dadels in. Maar als het gemengd is, kan het wel lekker zijn. Ja, dat is net zoals karnemelk. Dus het kan gewoon lekker zijn. Laten we dit gewoon doen. Ja, maar... ja. Schatje, ik heb geen zin om een half uur te googlen over wat we gaan bakken. Nog ik heel eventjes 1 pagina terug. En dan kiezen we de leukste. Gezonde ruttaart. Kokosbananentaart. Oeh, dat klinkt wel echt super lekker. Gezonde kokosbananentaart. Suikervrij en glutenvrij. Ik houd ontzettend van deze gezonde kokosbananentaart. Vooral omdat het volledig suikervrij en glutenvrij is. Je weinig ingrediënten nodig hebt en eenvoudig te bereiden is. Bam! Calorieën 140, vet 7 gram, bereidingstijd 35 minuten. Valt mee, hè? Valt mee. 6 plakjes kun je ervan. Maar let op, hè, mensen. Dit is niet alleen een gezond dessert, maar ook een gezonde snacks of zelfs ontbijt. Ew, wat is dat voor advertentie daaronder, gast? Met een simpele truc je oorsprong met... Ah! Wat de heck was dat? Ah, wat was dat? Ik schrok gewoon. Ik had hetzelfde, ik kreeg ook een rilletje. Oh, oké, laten we dit maken. We gaan niet naar de advertentie kijken.
Zijn we erover uit? Ja. Ja, de gezonde kokosbanaantaart. Er zitten wel noten in en die mag Bas niet. Ja, ik vind het prima, maar ja. Heb je zin in taart? Ja, dan kopen we voor jou een andere taart, ja? 3 grote bananen. Kijk hoe dat er staat. 3 grote bananen. 4 eieren, 5 eetlepels geraspte kokos. Oh, hier, amandelen, geraspte kokos om te bestrooien. Dus dan kunnen we bij Bas de noten er vanaf halen. Ja. Amandelen zijn geen noten. Amandelen zijn geen noten? Nee. Je mag amandel gewoon hebben? Volgens mij wel. Volgens mij wel, zegt Bas. Heb je pillen bij je? Ja. Ja, maar hij heeft zijn pillen bij zich. Nou, dan gaan dus we het proberen. Dan gaan we het gewoon proberen. Dan kan Bas ook van deze taart smullen. Hoe fijn is dat? Nou, dit is makkelijke taart volgens mij. Heel weinig ingrediënten. We weten wat we moeten doen, dus we gaan aan de slag. Snap je? Aan de slag? Aan de beslag. Ik had eigenlijk moeten zeggen, we gaan aan de beslag. Aan de slagroom. Goed. Laten we gaan. Laten we gaan. Oké, succes schatje. Jij ook. Dankjewel. Doei. Doei. Oké, super nice. Marion die had weer helemaal het beige outfitje aan van de pastelcollectie. Super tof om elke dag nog steeds foto's voorbij te zien komen van die collectie. Echt een mega succes. Dus waarvoor heel erg veel dank. Het lijkt me trouwens handig om niet in de supermarkt rond te gaan lopen met mijn verkoudheid en mijn ziekigheid. Dus ik blijf even verstandig in de auto zitten. En ik had laatst uitgelegd in de vlog dat ik eigenlijk nooit meega met boodschappen doen. Maar nu leek het me wel leuk voor de vlog, maar misschien eventjes niet handig omdat ik ziek ben. Maar de pastelcollectie, hoe hard dat is gegaan, is echt niet normaal. Dus nogmaals, bedankt voor alle liefde. En heel erg leuk om te zien dat jullie de collectie zo super gaaf vinden. Zelf heb ik ook gewoon elke dag items daarvan aan. Ik heb nu de beige pet op. En de afgelopen week heb ik alleen maar lange broek of korte broek ook wel redelijk veel gedragen. Het korte broekje. Het is gewoon ook zo'n lekker zacht stofje. En die lange broek en t-shirt en hoodie is ook gewoon echt warm. Dus je hebt niet per se echt een jas nodig of zo. Maar het is echt heel vet. Ik ben er echt super blij mee. Voor de mensen die nog hopen iets te kunnen bemachtigen van knolpower.nl van de pastelcollectie, dan check eventjes knolpower.nl. Er staan nog een paar items op. Het zijn een paar laatste maten. Voornamelijk kindermaten. De grote maten zijn eigenlijk allemaal zowat uitverkocht. Dus dan moet je nog eventjes gaan kijken of jouw maat erbij zit. En voor de mensen die sowieso al iets anders wilden dan de pastelcollectie, er komt nog echt heel veel vets aan. Dus gaat helemaal goed komen. En je kan natuurlijk altijd knolpower kleding volgen op Instagram. Want ook daar worden vaak genoeg foto's geplaatst en ook vaak genoeg foto's repost van mensen die hun knolpauwkleding zetten op Instagram en dan knolpauwkleding taggen. Ugh, ik weet niet wat het is. Ik heb het koud en warm en koud en warm en koud en warm en dan zet ik de airco gewoon helemaal koud. Dan zet ik hem weer op 24 graden. Ik weet niet wat het is. Nou, ik blijf in ieder geval netjes wachten totdat Marion terug is. Ik heb serieus wel zin om te bakken. Ik ben alleen bang dat het niet helemaal goed gaat komen, maar dat zien we straks zo. En ze is er weer hoor. Ja. Nice. Wordt het bakken of wat? Bakken en koken. Bakken en koken. Nice. Je hebt meteen avondeten boodschap gedaan. Ja, ik heb echt iets leuks gehaald voor avondeten. Oh, nice. Ik ben benieuwd. Heel chill. Ja, ik zit gewoon even leuk naar je pakje te kijken. Het zit lekker, hè? Ik kan nog steeds niet geloven dat het gewoon van knolpauw is, het hele pakje. Echt super vet. Het zit ook zo lekker. Ik vind het zo fijn dat ik het nu elke dag mag dragen. Ja, al helemaal voor zo'n chill soort van dagje als vandaag. Dat je zeg maar de hele dag binnen bent. Dan is het wel echt heel extra heel erg nice. Ja, sowieso. Sick. Oké, we gaan terug naar huis en dan gaan we bakken. Nou, we zijn alles aan het uitpakken op het aanrecht. En Marion die zei, film maar eventjes, want nu zie je meteen wat je vanavond eet. Dus ik zit te filmen. Oh, we gaan pizza maken. Ja. Ah. Kijk, ik heb hier een bodem. Ja. Die heb ik al een keer eerder gehad. Dat is een bloemkoolbodem. Oh ja, dat is echt lekker. Ja, ik vind dat ook lekker. Ja, klopt. Dus dan kun je het is gewoon iets dikker ook, geloof ik. Nou, dat valt mee. Een beetje misschien. Kijk, het is een bloemkoolbodem. Bloemkoolpizza bodem. En dan kunnen we alle ingrediënten er zelf op doen. En dan kunnen we op die manier een eigen pizza maken. Heel erg nice. Ja, daar ben ik blij mee. Oh, dat is lekker hoor. Maar ik denk dat we dat beter eerst kunnen doen. En dan die in de oven. En dan bezig met dat. Want we gaan dat toch niet voor het eten nog eten. Nee, en als dan het avondeten klaar is, dan kunnen we daarna, als het in de oven zit en we zijn uitgegeten, kunnen we, wat was het ook alweer? De kokos bananentaart als dessert eten. Ja. Let's go. Welkom in de keuken van Knol. Zoals jullie zien, Marion heeft al een mooie pizza gemaakt. Maar wij gaan nog beginnen met deze mooie bloemkoolbodem. Ik kan even aan jullie laten zien wat ze ook altijd doen op van die TikTok video's met zo'n bodempje, weet je wel. Mis bij Enzo. Goed, dat is dus mogelijk, maar niet in mijn keuken. Want daarvoor heb je dunnere bodem nodig. Kijk, het is echt wel een dikke bodem hoor, dit. Oeh, dit mag niet hè. Het is nog
Dus mijn keuken en mijn pizza. Ja, dat is wel waar. Maar er zit wel een hap in de pizza. Maar is voor jou trouwens. Het is nog niet helemaal klaar, maar ik heb trek. In ieder geval, we gaan eerst natuurlijk voor de bodem. Smeren we mooi even in. En zoals dat ik Marion altijd insmeer met zonnebrandcreme. Oh, dat was echt dom wat ik kon doen. Heb ik het nu ook? Echt het dom wat ik kon doen. Tomatensaus. Maar mijn is echt zo erg zo goed gevuld. Ik hoop dat dit allemaal gaar gaat worden. Dat is zo dom. Goed. Een beetje saus. Ja, het moet wel gaar worden. Die jam is wel heel dik zo, hé. Maakt niet uit. Doe even wat hammetjes erop. Ik zal eerst kaas doen. Oh ja, kaas doen we eerst. Oh, ik leg dit apart. Ik mag niet terugleggen. Ik doe eerst een beetje kaas. Niet te veel kaas, dat hoeft niet voor mij. Ik heb liever wat andere ingrediënten dan alleen maar kaas. Een beetje pesto. Zo, een beetje hammetjes erop. Olijfjes. Weet je wel wat voor soort pizza je gaat maken? Of wordt het gewoon een variety? Het is een pizza alle Enzo. Pizza alle Enzo. Ik weet niet wat het is eigenlijk, pizza alle Enzo. Maar daar komen we straks achter. Oké? Ik ben benieuwd. Ik denk dat mijn pizza klaar is. Zo, je hebt er ook wel echt een feestje van gemaakt hoor. Oh. Lekker hè? Ja, man oh man. Oh ja, ik heb hier nog knoflook. Lekker stinken. Ja, wat ik doe is ham is de eerste ingrediënt. Ik ben heel erg gek van champignons. Dus we doen ook even wat champignons op. Dat vind ik echt heel lekker, champignons. Ze zijn goed gesneden, schat. Het zijn echt mooie dunne plakjes. Speciaal voor jou. Ja, dat is echt top. Want soms heb je nog een hele dikke champignons erop. Maar dit is beter zo. Kijk, nice. Dit ziet er al heel erg goed uit, ook al zeg ik het zelf. Het is niet normaal. Myron. Ik ga hem erin doen alvast. Ja, doe maar erin hoor. Ik ben zo klaar. En daarna mag Bas ook nog zijn eigen pizzaatje maken. Nice. Deze zijn wel iets te dik eigenlijk, vind ik. Die uienringen zijn net even... Hè? Maar het is wel lekker voor de smaak, dus laten we dan niet te veel doen. Wat is dit? Mozzarella. Dat is wel heel erg lekker. Beetje mozzarella stukjes erop. Zo. Okay, het mooie is daaraan dat je dat niet helemaal ziet hè, op de pizza, die mozzarella stukjes. Dat is ook lekker smelten. Ja, want je hebt die champignons heb je al erop, dus dan valt dat niet helemaal op. Dat is het mooie ervan. Ik sla de tomaatjes over en ik sla de salami ook een keer over. Meestal doe ik dat wel, maar ik wil niet te gek doen. Wel wil ik nog eventjes wat olijfjes erop doen. Olijfjes vind ik zo lekker. Oh my god. Vooral die zwarte olijfjes. Want meestal, tenminste dat is mijn ervaring met olijfjes, dat groene olijven hebben best wel een goede smaak. Zwarte olijfjes hebben niet echt heel erg een heftige smaak. Maar het is wel een lekkere bite. Snap je? En dan nu als laatste, klein beetje knoflook. Hoe doe je dat? Ja, gewoon overal even een druppeltje. Even een druppeltje? Ja, ik zou wel de knoflook ook meepakken. Een beetje knoflook zo. Zo, en dan nog een scheppie en dan lekker. Zit er wel lekker overal aan. Overal een beetje knoflook zitten. Ik had ook speciaal voor jou kappertjes meegenomen. Ja, zeker. Dat is de final touch, dames en heren. Dat is wel moeilijk pakken, denk ik. Wat zijn dat? Kappertjes. Een soort doppertjes. Nee, je hoeft nooit naar de kapper. Oh, ideaal. Kappertjes is... Het is gewoon een beetje zoutig eigenlijk. Groente, maar het is heel zout, inderdaad. Ja, dus ik doe er niet te veel. Dit is prima. Dit is mijn pizza. Dit is de pizza alle Enzo. Geen pesto? Nee, geen pesto. Voor de mensen die kijken en die een pizza restaurant hebben, ik zou zeggen, voeg het toe in je menu. Doe hem in de oven. Wordt een toppetje dit. Echt een toppetje. Kijk, die schuiven zo op een bordje af. Oh. Hoppakee. Nou, mag jij er ook nog eentje maken? Nice. Ik ben benieuwd wat het wordt. En dan gaan we over naar de taart. Wat is dit allemaal geworden? Dit is de pizza balsoni. Pizza balsoni? Ja, balsoni. Lekker man, ik ben benieuwd. Ik ga hem er even in schuiven. Doe maar, dan ga ik eventjes bezig met het taartje. Heb jij het recept bij de hand? Ja. Heb je die in je hoofd? Ja, denk ik. Ja. Wees 100% zeker, want ik zie jou geen telefoon hebben recept of nee, iets. Nee, 4 eieren, 4 bananen. Ja, maar ik bedoel de volgorde, de ingrediënten. Ja, alles moet bij elkaar gegooid. Oh. In de blender. Ja, maar hoeveel milliliter van alles? Daar 120 gram van. Maar en wat is de volgorde? Allemaal bij elkaar, in de blender. Broer, ik snap er niks van. Waar is de blender? Hier is de blender. Kijk, we hebben de blender. Die heeft geen lang stopcontact, dus we moeten hier laten staan. Hoppa. Zo, doet hij het? Klaar. Oké, die doet het. Nou, bakfolie. Zit ze op? Nee, het ligt daaronder, schat. Waaronder? Ja, ik had die verpakkingen, die wou ik weggooien. Ja, ik dacht het zo. Ja, met zo'n lek ding, hè. Bakfolie. Nou, ik kijk wel eens bakvideo's, dus ik weet hoe dit moet. Nou, iedereen nu al helemaal onder de indruk. Gaan we dit even knippen? Hoe weet ik dat toch? Ja, we hebben echt een toppetje, hè? Kan je dat niet scheuren? Dat kan misschien wel, maar als ik kan dook, kan je het ook kapot scheuren. Ja, naar binnen toe. Ik heb een bakvideo gezien dat dat niet moet, hoor. Ja, oké.
knippen is ook veel leuker. Toppertje. Zie je, je knipt ook niet helemaal strak erop, hè? Nee, dat moet ook niet. Kan altijd in de oven nog een beetje naar binnen gaan. Nu alles erin mieteren? Nee, in de blender. Oh, vier het allemaal in de blender? Ja, tuurlijk. Ik dacht hierin. Daarom vond ik het ook wel zo raar. Die amandel is voor later. Dat is de garnering. Nou, doen we eerst even... 120 milliliter yoghurt. Oh, moet dit niet in één keer erin? Nee. Zo? Zal ik hem aandoen? Nee. Schat, doe nog niet zo kut. Waarom doe jij dat? Nee, hij is nog heel. Niet zo schelden, hè. Het is... Weegschaal. Yes. Tegen hem moet je eigenlijk gewoon zeggen, ja, doe maar aan. Dan doet hij het niet. Als je zegt, nee, niet doen, dan doet hij het wel. Een hele blender straks kapot. Ik gebruik dat ding bijna elke dag. En ze gebruikt hem één keer en hij is kapot. Hoezo kapot? Denk je nou dat dit plastic sterker is dan die mesjes die erin zitten? Nou, ik weet het niet. Normaal gesproken doe je er zachte dingen in. Nou, even kijken. Hoeveel is dit? Nou, er staat erop 450 gram. Nee, 468. Ja, er zit een verpakking. Ja. Ja, nee, maar dat is goed weten. Oké, dan pakken we even een bakje. Wat we dan doen, dat heb ik ook gezien bij een kookvideo. Ik bedoel een bakvideo, want koken en bakken is anders, hè mensen. Dat moet je niet in de war halen. Is dat je doet zeg maar eerst dit. Je doet het schaaltje erop en dan druk je op ter. Kijk, want dan staat hij op nul. Slim. Dus dat betekent dat hij het bakje al heeft gewogen, dus niet meerekent. Snap je? Goed, nou de opening zit hieronder. Kijk. 120. 120, zeg maar. 110. 120. 130, geen enkel probleem. Een beetje yoghurt en bakken met een baksteen. Ja, 125. Prima. Het wordt wel een klein taartje. Kijk, dit laat je dan zo uitlekken. Wat moeten we nog meer hebben? 4 bananen, 4 eieren. Oh ja. Hoe pel je een banaan, Bas? Laat het zien. Dat is heel simpel. Oh nee, wow, yo, je begint aan de onderkant, heb ik ergens gelezen. Ik doe altijd zelf, doe ik hem gewoon zo open. Nou, doe jij maar hoe je het eigenlijk altijd zelf open doet. Ja, is goed. Zullen we kijken wat sneller is? Als jij hem tegelijkertijd aan de onderkant zo goed. Ja, want ik doe het hoe de apen het doen en Bas doet het hoe de meeste mensen het doen. Wow, joh, waarom begonnen? Ja, dat ben je nog bezig, hè? Ja, die truc is bezig. Maar jij hebt wel dat... Wat is het? Jij hebt wel dat vieze kontje. Ja, maar dan kan je gewoon zo... Op. Ja, ik heb geen kontje. Kijk, is gewoon eraf. Nou, deze erin. Ondertussen is hij goed uitgedrupt. Maar bijna dan, hè. Kan je in stukjes doen, maar hoeft niet, want het is een blender en die hakt het in stukjes. Zag jullie al denk. Ik zal het meestal wel in stukjes doen, maar goed. Hoeft niet. Het is een blender. Die maakt er stukjes van. Waarom zou je dingen in stukjes doen in de blender, terwijl de blender ervoor is om het in stukjes te doen? Ja, is ook, maar zo'n hele banaan, dan doe hem dan even door de midden erin. Nee, waarom? Hij blendt het toch? Ik heb geen tijd meer voor het uitbakken, ga ik iets even. Zo, yo! Oh. Ah! Holy shit! Holy shit, even dit ding aan hoor. Oh joh, er kwam allemaal rook. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Ja, iets is aan het lekken op de onderkant, ja, dat is vet. Op mijn pizza. Jouw pizza lekt op de mijne. Ja, klopt. Ik vang alles op. Wat denk je? Voelt korstjes? Die van mij, die zat er als eerste in. Voelt korstjes? Dit is een oven. Ja, dan kan je wel voelen. Ja, die is wel hard toch? Ja? Ja, die is wel hard. Oké, dan gaan we die van mij eruit halen. Ja, kom maar even dichterbij. Dan kan je zelf ook even zien. Want kijk, hij is echt wel een beetje hard hoor. Nou, dat is goed dan hè. Vind je niet? Ja, ik vind hem super mooi. Toch of niet? Ja. Moet je even voelen. Misschien onderkantje even kijken zo. Ja, prima. Nog ietsjes langer. Doe maar ietsje langer. Ietsjes, hè? Ja, ik zag je twijfelen. We moeten hem af en toe eventjes open doen, omdat die rook even weg moet dan. 3 minuutjes. Nou, dat is genoeg tijd om dit te doen, hoor. 4 bananen. 4, dus nog 2 te gaan. Zijn ze gebleven? Hier. Zo. Nou, dat is dus ook meteen een tip, hè, voor jullie. Als jullie ook willen bakken thuis, omdat het zo leuk is. Mondje eraf, vieze zwarte shit. Gooi op je pizzabord nu. Zo, 4 bananen. Dan hebben we nog... Kokosras. 5 eetlepels volgens mij. 5 eetlepels? Ja, ik ga het even voor de zekerheid checken. Ja, 5 eetlepels. 5 eetlepels. Is het dan een grote of een kleine eetlepel? Ja, gewoon een normale eetlepel. Een eetlepel, Bas, is over het algemeen altijd zo. Ja. Oh. En als ze zeggen theelepel, kijk dan is het zo. En een opscheplepel? En een opscheplepel? Die hebben wij niet echt duidelijk. Niet. Nee, maar dat is een grote eetlepel inderdaad. 3 keer zo groot als deze waarschijnlijk. Oké, dus 5 eetlepels. Ja. Wat je ongeveer doet, is je strijkt hem ongeveer een beetje glad. Hè? 1, 2, 3, 4. Maar omdat jij kokos zo lekker vindt? 5. Doe een halve erbij. Goed. En wat dan nog meer? 4 eieren. Ach ja, tuurlijk.
Waarom zuchten meteen? Ik vind dat helemaal niet leuk. Omdat jij jezelf zoveel meer werk geeft door zo'n weegschaal dan ook weer vies te maken. Hoezo? Nou, die is normaal gewoon schoon. Dus die had je gewoon straks weer in de kast kunnen zetten. Maar jij maakt dat ding weer helemaal goor. Nou, dan doe ik je overheen en klaar. Ja, ja, dat is waar. Je moet wel een beetje moeite doen voor het bakken. Nou, er zitten in ieder geval geen schillen in, dat scheelt. Ja, dat scheelt weer, hè? Hè? Nou, ja. Zet maar aan. Nee, die deksel, die deksel! En zo doet die spannend, deksel. Spannend, hè? Dat zonder deksel doen. Spannend, hè? Nee, ik wist het anders. Schatje, dit is mijn blender. Oké, jij gebruikt hem vaker, maar ik wilde die graag hebben. Oké, vergeet deze niet, want als je deze niet erop hebt, dan... Snap je? Komt-ie. Ik laat jullie zien waarom je bananen niet een stukje hoeft te hakken. Wat een skeer ding. Nee, je moet je banaan gewoon in stukjes nee, maken. Nee, hij blendt niet. Het is een blender, maar hij blendt niet. Hoe kan dat nou? Oh, yo. Holy. Nu is het voor jou wel goed, hoor. Zal ik een veel bordje doen? Ja, die van jou zit er 2 minuten minder lang in ongeveer. Oh, heerlijk. Zo. Jeetje, ziet er goed uit, hoor. Ja, jij gaat lekker smelten. Mijn moet nog iets langer, hè? Ietsje langer. Hé, wat is het? Kijk, dit is een hap uit voor mij. Kan dat nou? De oven had ook trek. Kijk dan, dat is gewoon een hap uit. Ja, die van jou is helemaal aan het druppen. Oh, van mij ook. En die van jou drupt ook. Die kan nu al bovenin gezet. Ja, dat probeer ik te doen. Ja. Ik heb nog een handschoen nodig. Het kan nog best lastig zijn hoor, dat bakken en alles. Ja, alles tegelijk, hè? Ja. Zo. Hoppakee. Hoppa. Zo, terug naar het bakken. Hier, hij doet het gewoon hoor, schat. Kijk dan even. Ja, tuurlijk. Kijk. Je hebt gewoon even tijd nodig. Je moet gewoon even geduld hebben. Maar dat is, bakken gaat om geduld, hè? Het hoeft niet. Snap je? Het is niet. Of het is ook niet. Het is ook niet. Nee, het is. Rust. Oké, okay, dit is goed zo. En dan nu moet ik het daarin schenken, zijn we klaar. Ja. Wat? Echt? Ja, je hebt heel simpel voor recept gekozen. Wow, ik ben zo blij dat ik dit recept heb gekozen. Echt het meest simpel ever gewoon. Kijk, dan draai je hem zo eruit. Dan giet ik het gewoon hier zo overheen. Ja, het enige wat je nog wel kan doen is dit even met boter zo invetten. Ja, invetten. Want hier gaat het niet aan plakken, maar de kans dat het hier aan gaat plakken is natuurlijk wel aanwezig. Ja, en we moeten, als je het doet, dan moet je het goed doen. Hè. Dus, margarine is dat? Of van die ooit? Roomboter? Dat hebben we hier wel. Roomboter. Dan kan je dat pakje gewoon zo smeren. Ja, kijk, dat is ideaal. Pak je gewoon het pakje. Huh? Zie je dat? Ideaal. Nou, dat hebben we goed gedaan. Stop. Maar waarom doen we dat dan ook niet met de onderkant? Ja, dat kan ook. Maar ja, je hebt bakpapier daarvoor. Ja, zo is dat. Je kan het bakpapier ook wel zo inleggen dat hij de zijkantjes ook doet. Maar... Ah. Komt-ie, daar gaat-ie, ja? Kijk, zorg altijd dat je zo'n mooie slag doet. Zodat je alvast een beetje kan verdelen. Kijk. Maar je ziet hem ook nog. Ja. Nou, dit wordt wel smullen, denk ik. Maar ik las dus dat dit bij dat recept stond daarboven zo'n hele lap tekst. Dat je dit ook als ontbijt kan eten. Dat snap ik wel. Ja, maar we maken dit ook als toetjes straks en als ontbijt. Voor morgen. Ja, ja, morgen gaan we ontbijten. Ja, lekker. Nu kan je dit er nog bovenop doen, die amandelen. En nog wat kokosrasp. Oh ja, ja. Mag jij dit nou wel of niet? Oh nee, dat doen we niet. Doen we later wel. Ja, of je doet het voor de... Nee, want dan kan het sporen bevatten. Oh, dat maakt niet uit. Nee, maar we Bas heeft noodallergie. We doen dat later wel. We doen een beetje van dit. Pas op voor je pizza. Ja, pas op voor je pizza. Nee, jij pas op. Sorry, ik pas op, ja. Kijk, gaat het zo heel hygiënisch via mijn haren allemaal. Het ziet er heel sick uit. Het is allemaal voor het shot, hè? Allemaal voor het shot. Kijk, het zit allemaal aan mijn haren vast. Daarna klop je het laatste nog even af. Ja, ziet er toch lekker uit? Toch of niet? Super lekker. Nou, dan kan jouw pizza eruit, die van Bas ook bijna, en dan kan die erin. Ja, zo ja. Doen we dat. Doe alles tegelijk. Gaan we ruilen. Wow. Waar komt die rook vandaan dan? Is dat allemaal... Kijk aan de onderkant, kijk maar, ik zie ook een vlek, ja. Ik denk dat die van Bas ook al klaar is, hoor. Ja, denk je dat die veel klaar is? Je mag zelf oordelen. Zal ik eens kijken? Kijk maar even. Nee, die moet nog even. Ja? Ja, het kaas is nog niet helemaal... Of wat is dat? Mozzarella bedoel ik.
Oh, kijk eens hoe goed die is geworden, dames en heren. Kijk, en wat ik dan altijd eventjes doe. Van het vet eraf. Ja. Tada! Pizza en zo. Nice. Dit smaakt goed. Gaan ze heel gauw van die reling af. Yo, maatje! Ja, dit Voor je hey, die was goed, hè? Die was zo goed. Oei, oh, joh, zelfs ik schrok hey. Ervan. Hey. Oh, nee. Je voelt Ik heb gewonnen. Deze schaar. Hoe wist hij dat? Oh, hoe ben je nou? Hoe wist hij dat nou? Ik deed volgelijk schaar. Je hebt gewonnen. Nou, kom binnen. En dan is jij ook hier. Ja, joh. Oh, dit was echt geniaal. Want hij wist gewoon niet wat er gebeurde. Hé, maar ik heb een lekker taartje gebakken voor ons. Echt? Ja. Serieus. Als het goed is, kunnen we dat nu precies eruit halen. Jij precies. Kan bakken? Ja, ik kan bakken. Ik weet het. Maar wel hulp van mij natuurlijk uiteraard. Hé, maatje. Hé, maatje. Dus ja, dit moet vast goed komen. Oh, ja. Ik moet even wachten. Heb je leuk gehad? Ja. Was leuk met de kinderen opvang. Ja, als lachen. Kinderen luisteren goed. Ja, leuk shirt trouwens dit. Hoe is dat dan? Ik heb geen idee, man. Het ziet er gewoon vet uit. Ja, ik heb hem ooit een keer gekocht. Ja. Ik dacht, pas perfect bij dat pastelpetje. Looking good, bro. Pastel. Wat ruimt er op pastel? Bestel. Yes. Bestel je pastel. Beste marketing ever. Wat ruimt er op mond? Hou je mond. Oh nee, dat... Oh. Sorry, ik kan beter met deze. I like it catchy. Nee, grapje. Nou, oké. Wow, er zit helemaal een gat in of zo. Wat is het, een scheur? Is het goed zo? Kijk het wel. Ja? Het is wel een beetje bruin, dat moest. Niet te langer. Nee, ik denk dat het goed is dan. Toch mijn vinger zo. Wow, het ruikt goed hoor. Zet hem maar daar neer, moet een beetje afkoelen wel. Ja, moet afkoelen jongens. Zo, ongeveer 5 minuten afkoelen. Je zit het helemaal gebakken. Snap je? Goed. Oké. 5 minuten later. Het is tijd om hem open te maken. Ja, even goed opletten dat hij niet gaat scheuren. Nee, hij scheurt niet. Nee? Nee, inderdaad. Hij is gewoon perfect. Wauw. Oh, hij zit daar wel een beetje vast. Maar dan moet je even een mesje pakken. Ja, toch even een mesje. Prima. Ah, kijk. Wat? Van mijn eigen cake gebakken. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Hij had eigenlijk in een kleinere... Ja, want hij had dikker moeten zijn, hè? Ja, maar maakt niet uit. Zo kan je ook een plakje eten. Maar hij had eigenlijk in een kleinere springvorm gemoet. En dan had je hem iets hoger gehad. Maar op zich is het prima. Was een sneeuwhemel aan het maken. Ja, wie deed het vroeger ook altijd in de sneeuw? Nu nog steeds als er sneeuw was, dat je nou zo helemaal... Inderdaad, Bas, vroeger in de sneeuw. We hebben heel lang geen sneeuw gehad. Vroeger. Ver vroeger. Toen er nog sneeuw lag met kerst. Nee, maar ik heb het ook wel eens gedaan, wintersport. Even checken. Iedereen meteen een stukje? Ja. Jij ook nog wel? Jij schatje? Jij zeker weten? Ja. Zit de taart? Hey, niet zo... Ja, dit is de taart, ja. Ik heb de helft al opgegeten. Nee, dit is de taart. Het is een gezonde taart, hè, Noël? Het is geen slagroomtaart of appeltaart. Maar ik denk wel echt dat die lekker is, want het is banaan en kokos. Ja, hoe noemen ze dit, deze taart? Banaan-kokostaart. Oh, banaan-kokostaart. Nee, laten we dan een bako-taart van maken. Een bako-taart. Kijk hoe fijn je dit snijdt. Het is echt satisfying. Zie je dat? Lijkt een beetje op cake. Kijk hoe mooi dit gesneden wordt, of niet? Ik snap wel dat je dit ook als ontbijt kan nemen. Het is gewoon een soort van graan. Stukje brood. Nou, daar gaat ie. Wow, hij zit helemaal gebakken aan de bodem. Ja? Hoe kan dat? Oh nee, deze niet. Wow, deze... Wow, het is wel goed dikke taart. Volgens mij vult dit zo erg. We hadden toch boter moeten gebruiken. Nee, kijk, want het gaat perfect. Maar hij is wel dik, ja. Zo, maar hij is goed gelukt volgens mij, hoor. Kijk eens even. Wow, beste taart ooit die ik heb gebakken. Ja, dat is wel echt zo. Ja. Yo, sick! Oké, Maya, oké. Klein beetje. Ik pak even vier mooie lepeltjes. Ik wil zeggen, meer vier lepeltjes.
Kijk, van die mooie geoliede. Houden jullie van kokos? Ja, kokos koffie, cappuccino. Ja. Koffie van Nederland. Maar ja. Ik vind het zelf, dat drink ik niet lekker. Wat vind je niet lekker? Dat drinken, kokos. Kokos drinken. Kokos ja, vind ik niet lekker. Nou, doe eens even een review. Komt er, ja? Ja. Nee. Nou. Nee. Ja. Gezond. Ik vind het wel geinig. Ja. Maar je kan er nog iets van een topping op doen, hè? Als je een beetje yoghurt of zo erbij hebt, dan is het wel lekkerder, denk ik. Ja, waarom? Of aardbeien. We hebben ook aardbeien, hè? Aardbeien is ook goed. Dat is lekker, hoor. Zo. Nee, maar het is wel lekker. Alleen het is even wennen, want het is echt heel gezond, inderdaad. Er zit ook geen suiker of zo door. Dus als er misschien suiker door gezeten, had het iets zoeter geweest. Ja, juist. Nu is hij gezoet door de... Dat zoete misschien een beetje. Ja. Ja, maar dan weet je wel dat het heel gezond is. Maar dan kan je ook een beetje honing eroverheen doen. Dat is misschien ook wel lekker. Nee, ik hou hem hierbij. Maar ik vind hem wel... Ik moest even wennen, maar ik heb tweede hap gehad en zeker goed. Nou, probeer jij eens, schatje. Maar het ziet er wel echt goed uit, hoor. Kijk dan. Gezond, hè? Wat vind je? Ik vind het wel lekker. Ook een ja. Oh. Ja, ook een ja. Nee, is wel te doen, toch? Ja, maar je moet wel iets van een topping hebben. Daarom snap ik die nootjes ook wel. Ja, dat is dan de topping. Gewoon net even een andere smaak. Maar ja, het is best oké. Ja, veel ja's. Nou, dat is top. Ja, veel ja's. Nou, het ziet er ook gewoon lekker uit, toch? Als je dit zo ziet. Nou, ik ben heel erg trots op mezelf, dames en heren. Dankjewel, Maaien, voor de hulp. En ja, super blij natuurlijk. Gewoon lekker smullen nu.